Nou, welkom bij de nieuwe vlog. De tijd is aangebroken. Vandaag is het eerste festival. Vrijdag 2 juli. Ik heb er zo veel zin in. Het is 11 uur en ik ga me opmaken. Dus eerder aan het begin is er alles toch vanaf waarschijnlijk. Nou, dit is dus optie 1. Want het wordt niet echt super lekker weer. Dus. Zo. Nou, dit is dus optie 2. Maar ik denk dus dat dit ook te koud is. Maar hier zou ik dus ook best wel een trui op aan kunnen doen. Deze outfit. Is misschien iets meer voor de temperaturen van nu. Ook wel leuk. Of een andere broek. Kan ook. I don't know. Nou, ik heb me opgemaakt voor stereo. Maar ik wil dus eigenlijk nog nepwimpers op. Maar die moet ik dan dadelijk even gaan halen. En ik ga even meer bronzer. En ik ben bang dat deze glitters nu blijven zitten. Dus, fuck my life. Zijn en aan drinken. Die shit is down now. Holy shit is down now. Stoppen, stoppen. Bye. Bye. Stereo. Ik heb gewoon die gouden Dixie gewonnen, dus we zitten hier. Ik ga mijn trui erin doen. Ik ga mijn trui erin doen. Ja! Dat is fucking leuk. Kijk wat ik heb gemaakt! Wat is dat? Wat moet ik erop voeten? Nou, we met de pannenkoekeringen hier. Nou, ik denk dus dat ik met stereo echt zo fucking hard aan mijn bek ben gegaan. Maar ik kan het me niet meer herinneren, maar kijk. Dit is de achterkant van mijn broek. Dus hoe de fuck is dit gebeurd als ik niet ben gevallen? En dit ook. Echt zo smerig, jongen. Echt niet normaal. Nou, het is dus ondertussen al woensdag. En nu lijkt het alsof ik niks heb gevlogd. Wat ook zo is. Maar ik heb ook gewoon niks gedaan. Dus ik heb ook gewoon niks gehad om te vloggen, want ik heb proefwerkweek. En ik heb echt twee zo'n grote buizen, ik kan het niet meer aan. Maar ik heb dus al proefwerkweek sinds maandag. En ja, ik was wel op tijd begonnen, want ik denk dat alle proefwerken wel goed gegaan zijn. Maar ik moest echt heel wat leren de afgelopen dagen. Dus, ja. Maar ik ben eens aan het denken wat ik nog kan doen in deze vlog. Ik heb vandaag met Hanna afspreken, dus misschien... dat we nu die mukbang kunnen gaan opnemen, want die was mislukt vorige keer. Nou, ik was even op internet op een stuk wat ik kon gaan doen in mijn vlog. Nou, het staat allemaal dat als je niks origineel doet, je nooit een groot YouTube kanaal krijgt. Dus dit was helemaal niks. Met mijn vlogs.
En één keer in de 5 jaar de Q&A. Oh, het zijn dan soort dingen die jullie willen zien in de comments. Holland die zijn. Zie je mat zeggen? Zie je mat? Hallo, wat is die weer? Oh, dat ben je. Zo. Ik wil het eigenlijk niet. Nee. Oh, kut. Ik dacht dat het pas een andere dag was. Ja, deze vlogkeer, ik weet niet. Nou, ik ga zondag met Han op vakantie naar Kroatië. Dat is redelijk content voor jullie. Maar oké, dit was de vlog. Bye.